Tok, tok. Binnen. Ah, dag, Jozef. Ja, dag, notaris. Ja, excuseer dat ik een beetje triestig binnenkom. Maar je zult waarschijnlijk ook wel het overlijden vernomen hebben van onze zoon. Nee. Onze zoon Jezus. Oh, nee, nee, ik weet van niets. En wanneer is hem dan... Overleden? Ja. Gisteren. Ja. Ja, Jozef. Het leven kan hard zijn. Hm? Ja. Dat is een kruis dat je moet dragen. Dat... Zeg maar, zo oud was hij toch nog niet, hè? Ja, nee, van het jaar nul. Van de 25e december. Ah, maar dan is die geboren vlak op kerstdag. Ja. Dat was ook ambetant, zeker. Ja. Maar het is zoals gezegd, het is een kruis dat je moet dragen, hè? Ja. Het is zoals onze Jezus al het zei, je moet een beetje water bij je wijn doen, hè, notaris? Ja, dat is zeker, Jozef, dat is zeker. Tok, tok, tok. Dag, facteur. Dag, notaris. Dag, facteur. Dag, Jozef. Dag, notaris. Meneer de notaris, ik heb hier een recommandeke van de Romeinse overheid. Zou je dat eens willen lezen en ondertekenen? Ja, dan zal ik eerst mijn speciaal schrijfbrief pakken. Waarom gebruiken die mannen geen papier gelijk als wij dan? Dag, facteur. Dank u, dag, notaris. Dag, facteur. Dag, Jozef. Dag, notaris. Zeg, Jozef, die Romeinen die hangen toch nogal uit, hè? Nu gooien ze zomaar ongewapende christenen voor een hele troep hongerige leeuwen. Ja, ben vorige week naar zo'n wedstrijd gaan kijken. Christenen tegen de leeuwen. Hè? 10-0 voor de leeuwen. Schandalig is dat. Maar ze hebben geen verdediging, hè? En nu hebben Jezus. Die heeft ook veel problemen gehad met die Romeinen, hè? Ja, deze week nog. De laatste keer dat hem s'avonds gaan eten is met zijn vrienden. Ze hebben hem te stekken gehad, hè? Hoe? Serieuze boete, hè? Serieus? Hij had geen btw-bolletje gevraagd. Zeker. Jezus! Een boete na zijn laatste avondmaal. Jozef, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Jozef, wat komt jij nu eigenlijk doen? Ik kom voor onze Jezus. Zijn erfenis. Wat denkt jij dan te erven? Alle cadeaus van zijn geboortelijst natuurlijk. Pardon? Ja, hij heeft van drie wijzen toch heel wat gekregen, hè? Goud, wierook, mirre, duiven. Duiven? Speelde nu mijn zoon met de duiven? Ja, 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 ja. En hoe? Zeg, hij heeft verleden jaar nog een grote koers gewonnen, hè? Alle... Ja. De vlucht naar Egypte. Heeft hij die gewonnen? Ja, 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 ja. Zeg, en een chique prijs gekregen, hè? Ja? Ja. Wat, hè? Een bak psalm. Maar, Jozef, buiten nu zijn er dus geen andere erfgenamen. Erfgenamen? Jezus had toch veel vrienden? Veel vrienden? Ai, dat is een ongelofelijke Thomas. Of Johannes de Topper, zeg. Ja, en was hem niet getrouwd, uw Jezus? Maar die was niet getrouwd. Die had drie vriendinnen. Drie vriendinnen? Ja. Maria Magdalena. Je weet niet, die erfenis, het is voor mij alleen. Trouwens, hij heeft het me al beloofd. Hè. Hier. Staat allemaal in zijn testament, hè? Ah, nee. Nee. Jij erft niks. Oh. Ah, nee. Dat is het oud testament. Wat? Hier. Ik heb hier zijn nieuw testament.